Tineke Schouten betreurt dat ze de afgelopen jaren niet genoeg tijd heeft genomen om te reizen. De 68-jarige cabaretière deelde dit in een interview met het tijdschrift Vrouw van de Telegraaf. Op dit moment is ze op tournee met haar jubileumshow Dubbel door het land. Ik had ooit het idee om een paar jaar rustig aan te doen en leuke reisjes te maken met mijn man, vertelt Schouten. Maar nu is het eigenlijk te laat, want zijn gezondheid is inmiddels te slecht. Dat is erg jammer. Op avontuur met kleinkinderen. De comedienne uit Utrecht geniet er overigens wel van om een paar dagen op stap te gaan met haar kleinkinderen. Onlangs ben ik nog 3 dagen met ze naar Parijs geweest. Dan mogen zij bepalen wat ze willen doen. We hebben enkele hoogtepunten bezocht, maar er moet ook geshopt worden. En dan zijn ze blij dat oma haar portemonnee bij zich heeft. Dat zijn kostbare dagen. Dat zei mijn moeder altijd al. Uitjes met vriendinnen. Schouten zou ook graag vaker uitjes maken met haar vriendinnen, maar moet vaak verstek laten gaan vanwege haar optredens. Ik wandel graag met de honden en ik woon in een heel gezellige buurt, vertelt ze. Annemarie Jorritsma is mijn buurvrouw en aan de overkant woont Albertine. En dan heb ik nog mijn wandelvriendin Jasmijn. Maar als zij leuke uitstapjes gaan maken, kan ik nooit meegaan, omdat ik zelf moet optreden.